Beste vrienden, met de Cultuurraad hebben we het initiatief genomen om een straatmuseum op te richten in onze gemeente Dentrechem. Door coronatijd kunnen wij geen tentoonstellingen houden in de zalen. Dit is niet mogelijk. We hebben daarom het initiatief genomen om via het straatmuseum kunstenaars en kunstliefhebbers hun ding te laten doen. Je zal zien als je door onze gemeente wandelt en fietst dat er enkele mooie voorbeelden reeds aan de ramen hangen. Wij nodigen jullie ook allemaal uit om even door onze deelgemeenten te fietsen en te wandelen, zodanig dat jullie kunnen genieten van ons mooi straatmuseum. Beste mensen, zoals u kon zien, is dit initiatief van de Cultuurraad werkelijk een schot in de roos. Als gemeente willen wij dat dan ook ten volle ondersteunen. En daarom richt ik een warme oproep tot u allemaal. Doe mee aan die actie van het Straatmuseum. Bent u een creatieveling? Hebt u zelf bepaalde werken gemaakt? Kom ermee naar buiten. Hebt u foto's gemaakt? Kom ermee naar buiten. Bent u geen creatieveling zoals ik, maar hebt u werken van kennissen, vrienden of familieleden, hang deze aan het raam. Hebt u andere documenten van betekenis, voorwerpen of zaken die u van onder het stof moet halen, werken van bekende of minder bekende artiesten uit de regio, haal deze van onder het stof en stel deze tentoon. Kortom, onze gemeente moet binnenkort omgetoverd worden tot een heus straatmuseum waarin het zeer leuk is om te wandelen en te fietsen. Ik wens u veel inspiratie, geniet van deze zomer en vooral van ons straatmuseum.